Prenten, tekeningen en plaatjes. Basta is op bezoek bij Fleur van der Weel. Zij is illustrator. Zij heeft de prenten gemaakt voor het prentenboek Hallo, speciaal voor de Kinderboekenweek. Geïnspireerd door de Kinderboekenweek willen wij graag weten hoe ze die mooie tekeningen maakt. Het verhaal krijg je binnen en dan ga ik schetsen. Gewoon met potlood en dingen uitdenken. Als je een tekst hebt, vind ik het leuk als illustrator nog dingen toe te voegen aan het verhaal. Dus eigenlijk moet ik ook een verhaal verzinnen. Maar dit is eigenlijk een collage. Ik heb alles geknipt. En ik heb alles geknipt uit stukken papier die ik zelf weer heb gekleurd. Maar alles is geknipt en geplakt. En zo kan ik het een beetje plaatsen. En uiteindelijk als ik denk, nou, nu is het goed, dan plak ik het vast. Je ziet vooral tekeningen en plaatjes in boeken voor kleine kinderen. Hoe komt dat? Natuurlijk, de jonge kinderen zijn nog meer gericht op de beelden, op de plaatjes, om ze te begeleiden met de tekst. In principe hebben oudere kinderen dat minder nodig, maar ik denk dat ze het toch stiekem wel heel leuk vinden. Wil je meer weten over Fleur en de manier waarop ze haar prenten maakt? Kijk op de Basta Hive voor meer informatie.